Rechercheurs doen vandaag opnieuw onderzoek in het pand waar het lichaam gevonden is. Bianca woont naast de yogastudio en is heel erg geschrokken. We zagen mannen in witte pakken met een groen kapje op. Ik denk, ja, daar is wel iets aan de hand. Wij dachten nog eerst drugs of iets geks. Niet aan iemand die dood is. Nog tot laat in de avond wordt er onderzoek gedaan in het huis. Onder meer uit beelden die in ons bezit zijn, blijkt dat het lichaam van de vrouw in stukken is gevonden. We hebben beelden gezien waarop onderzoekers van de politie witte pakketten uit het huis halen. Duidelijk is te zien dat in de pakketten lichaamsdelen zitten. We hebben besloten om die beelden niet te laten zien, omdat ze te confronterend zijn. Kende u ze goed? Nee, helemaal niet. Omdat zij een Russische was. Ja, hij schijnt een Nederlander te zijn, een Hagenaar, maar ja, dat weet ik niet. Ze heeft een yogastudio, hè? Klopt, maar een maandje geleden was het nog een artstudio. Ze hebben het pas verbouwd en het is echt net een yogastudio geworden. Dus dat is dan wel apart om te horen dat dit dan ineens gebeurt, terwijl het net klaar is. Na de vondst van het lichaam houdt de politie een 40-jarige Hagenaar aan. Marcella werkt tegenover de yogastudio en ziet het gebeuren. En toen zagen we dat de man werd afgevoerd, helemaal bebloed en lijkwit. En wat daar verder mee aan de hand is en wat er nu mee is gebeurd, weten we niet. De man zit op dit moment nog vast. Wat zich precies achter deze deur heeft afgespeeld, is tot nu toe niet duidelijk. Bianca denkt dat een bezoek van de politie eerder die week er iets mee te maken heeft. Dinsdag kwam de politie aan de deur dat er zondagochtend om 8 uur iets gebeurd is hiernaast. En ze wilden niet vertellen wat. Er was iets gebeurd of ik iets gehoord had. Zondagochtend om 8 uur. De dag dat de agenten bij Bianca aankloppen, krijgen ze ook een melding dat er een vrouw vermist is. De politie onderzoekt of dit slachtoffer ook deze vermiste is.